Goedemiddag, beste studenten van het vierde jaar en welkom in de les Biologie. Het is een afstandslesje, zoals elke keer een filmpje met de bijbehorende opdrachten in het leerwerkboek. We beginnen met een nieuw stukje binnen ecologie. We zagen reeds de invloed van het milieu op het organisme en omgekeerd. En nu gaan we eens kijken hoe planten zich aanpassen aan hun omgeving. Daarvoor nemen we het leerwerkboek erbij op pagina 41. Dus eerste deeltje 2.3, aanpassingen van planten aan hun omgeving. We gaan eerst eens kijken naar verschillende aanpassingen van planten aan hun omgeving. En we kijken hier naar de gele plomp. Dit is een waterplant. En omdat die plant eigenlijk voor een groot deel ondergedompeld is in water, heeft die zich aangepast om alsnog te kunnen ademen. Ja, inderdaad, planten die ademen ook. Dat kennen jullie al van vorig jaar, hebben jullie de fotosynthese gezien. En bij de fotosynthese zetten planten CO2 samen met water dat ze opnemen en zonlicht om in suikers en zuurstof. Dus die gasuitwisseling tussen CO2 en zuurstof moet dus kunnen gebeuren in de lucht. En daarom heeft deze plant, die voor een groot deel onder water zit, de huidmondjes die normaal aan de onderkant van het blad zitten, nu aan de bovenkant. Als ook een waslaagje. Cactussen, die zijn op een andere manier aangepast. Die zitten in een hele droge omgeving, waar het heel weinig regent. En zij gaan water opslaan in hun stengels en bladeren. Ze vangen ook water op met behulp van hun stekels. Je ziet hier dat die stengels en bladeren eigenlijk heel gezwollen zijn. En bij een cactus zijn die niet zo dun. Dat is omdat daar dus de opslag van het water in zit. Door de hele fijne stekels die hierop staan, kunnen zij hele minuscule waterdruppeltjes opvangen met hun stekels. Klimop is aangepast om in de hoogte te groeien, om meer licht op te vangen. En die heeft daarvoor speciale soorten wortels en dat zijn hechtwortels, waarmee die klimop naar boven kan klimmen. Ik hoef het niet te zeggen, bovenaan is er altijd meer licht, want daar staat de zon. Meer licht betekent meer fotosynthese. Dat waren de aanpassingen die we gezien hebben als inleiding. Nu gaan we een aantal aanpassingen onderzoeken, specifiek gericht op één probleem. De eerste aanpassing die we onderzoeken is de aanpassing aan de vochtigheidsgraad. We zagen daar al een paar voorbeelden in bij de inleiding. We nemen hiervoor pagina 41 en 42 in het leerwerkboek erbij. We beginnen met de aanpassingen van de wortel. Ik schets een situatie. In droge gebieden of woestijnen moeten wortels aangepast zijn om onmiddellijk water te kunnen opnemen wanneer het beschikbaar is. Dus zoals reeds gezegd bij de cactus, in droge gebieden of woestijnen regent het niet vaak. En dus als het dan regent, dan is dat water echt van levensbelang. Dus moeten ze dat water zo snel mogelijk kunnen opnemen als het zich voordoet dat het regent. Aanpassing van de planten daaraan is een gigantisch uitgebreid netwerk van wortels of zeer lange wortels om zo diep gelegen water te kunnen bereiken. Dus een uitgebreid netwerk van wortels om heel snel veel water te kunnen opnemen en zeer lange diepe wortels om zo water te kunnen bereiken dat diep onder de grond zit. Sommige woestijnplanten, zoals de acacia die je hier ziet, hebben zeer lange wortels, waardoor ze diepgelegen water kunnen bereiken. Dus die acacia is op zijn manier aangepast aan de droogte in de woestijn. Andere planten, zoals cactussen, hebben echt enorm veel wortels die een groot oppervlakte innemen net onder de bodem. Dus die planten zijn vooral aangepast om water te absorberen als het regent, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. Afbeelding van een cactus. Dus we gaan ook eens kijken naar aanpassingen van het blad aan de vochtigheidsgraad en daarvoor schets ik een nieuwe situatie. Een aantal planten bewaart een watervoorraad in een deel van het plantenlichaam. Water kan worden opgeslagen in bladeren of stengels, zoals we hier het zagen bij de cactus in het begin. Ook kan water opgenomen worden via de bladeren of doornen van de cactussen. Hebben we ook al gezien in de inleiding. Vergeet niet gaandeweg deze PowerPoint je leerwerkboek aan te vullen op de aangegeven pagina's. Als het even te snel gaat, kan je terugspoelen om de notities goed te maken.
Aanpassing B van het blad. Water kan opgeslagen worden in vlezige bladeren, zoals bij vetplanten. Je ziet hier rechts een vetplant en die bladeren zien er helemaal anders uit als de bladeren van de planten die wij kennen in onze omgeving. Deze plant is ook aangepast aan droogte en kan daarom een grote waterreserve opslagen. Kamelen die doen net hetzelfde, denk maar aan de twee bulten van kamelen. Die twee bulten zijn er ook om een grote wateropslag te hebben in het lichaam. Hier is het net hetzelfde bij deze plant, maar zit het water opgeslagen in de bladeren. Een tweede aanpassing van het blad aan het milieu is: in een droog milieu bezitten de planten weinig huidmondjes in hun bladeren. Nu jullie weten dat planten bij de fotosynthese naast zuurstofgas ook water uitscheiden. En dat zou dus problematisch zijn in een droog milieu. Waar water zo kostbaar is, ga je het niet zoveel willen verspillen. Planten daarentegen in een vochtig milieu bezitten meer huidmondjes in hun bladeren. Minder huidmondjes ga je minder water verdampen, is goed voor in een vochtig milieu. Groeien in een vochtig, in een droog milieu. Heb je veel huidmondjes, dan ga je veel water verdampen, wat goed is in een vochtig milieu. Opdracht 1. Waarom hebben planten of bomen in droge streken vooral kleine blaadjes? Hetzelfde als met de huidmondjes, door deze aanpassing gaan ze minder water verdampen. Hoe minder oppervlakte op de blaadjes, hoe minder plaats voor huidmondjes, hoe minder water je verdampt. Opdracht 2. Ook de bladval of bladafstoting in de herfst is een aanpassing van het blad. Verklaar. Planten en bomen willen hiervoor de koude en donkere periode overbruggen. In de winter is het veel kouder, is er veel minder zonlicht en kunnen de bomen dus niet goed aan fotosynthese doen. Daarom gaan de bomen de nuttige stoffen die nog in diverse groene blaadjes zitten, die normaal dood zouden gaan, eruit halen en opslagen in de stam en wortels. In de lente wordt die opslag in de stam en in de wortels teruggebruikt voor nieuwe bladeren in de lente. Opdracht 3. Hoe beschermen planten zich tegen beschadigingen door insectenvraat of grazers? Je ziet hier een aantal bladeren aangetast door insectenvraat. Sommige planten hebben zich aangepast door doornen of stekels op hun stengels te groeien of door brandhaartjes. Denk maar aan de brandnetels. De volgende aanpassingen zijn aanpassingen aan de lichthoeveelheid en we bevinden ons hiervoor op pagina 43. We zien hier de eerste aanpassing en dat is de aanpassing van de boomvorm. Bomen in een bos gaan groeien met een lange rechte stam en kleinere kruin, om zo snel de hoogte in te gaan, want zoals ik daarjuist al zei, in de hoogte vind je het meeste licht, want de zon staat boven. Alleenstaande bomen die gaan een kortere stam hebben en een grotere kruin, die gaan dus wijder uitgroeien om op die manier ook zoveel mogelijk zonlicht op te vangen. Dit is niet soortgerelateerd. Je kan heel goed herkennen of bijvoorbeeld een eik een boom in een bos is of een alleenstaande boom. Het kan dan wel dezelfde soort zijn, de boom zal er helemaal anders uitzien. We gaan dan eens kijken naar aanpassingen van de boomvorm die wij als mens in ons voordeel gebruiken. Als je bomen wilt kweken voor hout, voor planken, dan plant je die bomen best zo dicht mogelijk op elkaar. Waarom? Omdat ze dan gaan concurreren voor het zonlicht. En zoals reeds verteld hier, bomen die dicht op elkaar staan, zoals bijvoorbeeld in een bos, gaan een lange rechte stam krijgen. Ze gaan concurreren voor het zonlicht en dus in de hoogte groeien. Het resultaat is dat je heel snel lange planken krijgt. We gaan nog eens kijken naar aanpassingen van het blad aan lichthoeveelheid. We gaan twee soorten bekijken. We gaan schaduwplanten bekijken. En die planten die gaan een veel dunnere bladschijf hebben, dus een kleiner bladoppervlakte, omdat zij weinig zonlicht verdragen. Planten daarentegen die heel graag in de zon staan en veel licht vangen, die gaan zelf hun bladeren in de loop van de dag naar de zon richten om de optimale hoeveelheid zonlicht te vangen.
Jullie weten allemaal dat de zon opkomt in het oosten en ondergaat in het westen. Wel, die planten gaan dus met de zon meebewegen en hun bladeren in de ochtend naar het oosten richten, in de middag naar het zuiden en met de avondzon naar het westen. Nog een aanpassing van het blad is de aanpassing van tredplanten. Kijk hier voor opdracht 1 in het leerwerkboek pagina 43. Tredplanten zijn heel klein en ze hebben een vertakking laag tegen de grond. Je ziet hier brede weegbree, een soort tredplant dat je vaak op stoepen vindt bijvoorbeeld. En je ziet hier dat al die bladeren eigenlijk heel van een centraal punt heel dicht bij de grond vertrekken. Op die manier is het goed bestend tegen mensen die hierop stappen, heel vaak betreden, vandaar de naam tredplanten. Ze hebben daarnaast ook een heel snel herstelvermogen en een vast weefsel. Dus ze zijn eigenlijk heel stevig. Ze herstellen zich heel snel en door hun vorm, het bladrol zit heel dicht bij de grond, kunnen ze ook goed tegen het betreden van de planten. Aanpassing van tredplanten opdracht 2. We zien hier de witte dovennetel. Door die netelharen zijn zij ook beter beschermd tegen betreding. Je mag het mij zo vragen, ik ga niet met een korte broek door de brandnetels heen wandelen. Hierbij is het stukje over aanpassingen van planten aan hun omgeving rond. Het tweede deel van de les gaat verder in een nieuwe video. Kijk hiervoor onder in de beschrijving. Zorg er zeker voor dat de afgelopen pagina's die we hebben overlopen in deze PowerPoint ingevuld zijn. En als er vragen zijn, laat deze achter in de comments onder de video.